Op vrijdag 24 september 2021 speelde ADO Den Haag tegen Roda JC. Het was een belangrijke avond. Niet alleen omdat ADO dichter bij de periodetitel kon komen, maar ook vanwege het stilstaan bij andere feiten van het leven. Het overlijden van baby Jessie en de slopende ziekte bij Dani Ebbe. Hoe rauw Midden-Noord ook lijkt, er zit daar een warm hart voor dit soort zaken. Wat valt er verder nog te zeggen? Nou ja, dat ADO grotendeels de baas was en de wedstrijd in een goed half uur had beslist. De doelpuntenmakers waren Sam Stijn en Vincente Bezuije. Rob Blankenstein sprak met Sam Stijn en Ruud Brood. Sam, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Ook een emotionele avond voor jou persoonlijk, denk ik. In het kader stond je wedstrijd van Dani. In hoeverre heeft dat jou beïnvloed of juist geïnspireerd? Ja, dankjewel. Ja, het was een mooie overwinning. En super gaaf om dat ook nog eens met Dani te mogen doen. En hem zo'n mooie avond nog te mogen geven. En dat doet je wel veel ook. Dat geeft extra spanning mee vanmorgen. Toen ik thuis kwam, maar toch wel meer spanning dan normaal. Ook omdat ik het graag voor hem wilde doen. En dan is deze avond geweldig. En dan in de 7e minuut maak je nog een geweldige goal. Heel goed voorbereidend werk van Thomas Verheid, die zijn lichaam er goed in zit. Waardoor jij eigenlijk vrij doorgang had. Ja, zeker. En ik kan schieten, hij wordt aangeraakt en hij vliegt binnen. Dus perfect. In die eerste helft waren u duidelijk de bovenliggende partij. Wat dat betreft viel Rodomin niet mee. Hoe heb jij de tegenstand ervaren vanavond? De eerste helft, zoals je zegt, waren we de betere partij, vond ik ook. De tweede helft hadden we het zwaar, was het echt de voorsprong vasthouden. En dat hebben we prima gedaan. Dus ze hebben wel een paar grote kansen gehad. Maar gelukkig hebben ze die aansluitingstreffer niet gemaakt, want dan weet je dat, dat de drukte echt op komt. Dus perfecte avond. Even naar die tweede goal. Een schot van buiten de 16 wordt dan min of meer een beetje gekraakt. En dan stuit die bal voor een paar ADO-voeten. En Bezuije stond degene die dan het laatste tikje geeft. Maar jij stond ook vlakbij. Ik had die corner gegeven, dus ik stond daar best wel ver vandaan. Oh, oké. Dat was ik niet. Ja, okay. Maar al met al, wat dat betreft natuurlijk, heel alert gereageerd van de voorwaartse. Ja, zeker. Top. En ook, het was prima schot. Want je weet, met die schoten buiten de 16, zie je dat ook bij mij, die wordt aangeraakt, vliegt binnen. Ja, dus dat moet je gewoon blijven doen. En nu eigenlijk door twee schoten van buiten de 16 winnen we de pot vanavond. Rust breekt aan. Wat zegt de trainer dan? Rustig moeten blijven en nog wat tactische dingetjes beter wegzetten. Je gaf het net zelf al aan, in de eerste kwartier, met name na de rust, kregen hun wat mogelijkheden. Een schot op de lat, zeg maar. Boy Kemp haalt een bal uit je doelmond. En dan blijft gelukkig die tegenkool uit. Ja, want gelukkig wel, want anders weet je dat je het heel zwaar krijgt en dat ze echt alles door gaan drukken. Dus perfect zo. Perfect dat hij er niet in vliegt. U zijn alle uitslagen natuurlijk bekend. Op dit moment staan jullie gedeeld eerste met Excelsior. Nee, die heeft een bittere doelsaldo. Maar goed, jullie moeten naar MVV volgende week en hun naar Breda. Het wordt spannend, hè? Ja, het wordt zeker spannend. Het wordt een spannende laatste wedstrijd van de periode. Had je dat van tevoren kunnen bedenken voordat die competitie überhaupt begon? We hadden een heel moeilijk doelsaldo, een heel zwaar begin. Of sorry, hele zware tegenstanders hadden we de eerste 5 wedstrijden. Dus daar hebben we het heel goed in gedaan. En ik had dat niet van tevoren kunnen denken. Afgelopen maandag bij Jong PSV stond je niet in de basis. Wat dat betreft heb je dan die prikkel juist nodig om te laten zien dat de trainer in dat geval ongelijk heeft? Of steek je zo niet in elkaar? Heel eerlijk gezegd doe ik altijd mijn best. Of ik 5 wedstrijden achter elkaar speel of ik speel niet en ik val in. Dat maakt niet heel veel uit, maar het is wel lekker als je hem nog even laat zien met een goal en tof heen in je handen. Dat is dan wel extra lekker. Tot slot, volgende week vrijdag gewoon een periodekampioenschap? Ja, daar gaan we wel voor, ja. Ruud, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Dat noemen ze een soevereine overwinning. Ik weet niet hoe ze het noemen, ik vind het een lekkere overwinning. Maar het klopte wel. Zeker het tactisch plaatje eerst zelf, dat hebben die jongens prima gedaan. En enorm hard gevochten om toch wel van een goed team te winnen. En op de tweede wedstrijd op rij, geen tegengoals. Nee, dus dat geeft ook voldoening. Als je ziet de manier waarop Boy Kemper die bal van de lijn haalt, met zijn ziel en zaligheid, dat is hartstikke mooi. Dat was, je haalde het net zelf aan, dat was ook in de periode waarin Roda, een kwartier na de rust, eigenlijk wat mogelijkheden kreeg. Bal op de lat. Heel kort, achter elkaar kregen ze 2 mogelijkheden. Je weet dat ze alles of niets gaan spelen. Ze deden tactisch wat anders, tweede helft, maar... Ja, ik weet ook wel, een jong team wat 2-0 voor staat, wordt soms onrustig. Aan de andere kant vond ik dat we gewoon die derde moesten maken.
Waren jullie nou zo goed vanavond of was Roda wat minder? Omdat je van de week aangaf van, ik vind Roda een van de betere ploegen. Roda, heb je ook gezien, Roda is een van de betere teams in deze competitie. Veel snelheid, voetballend vermogen. Maar ik ben er erg trots op de manier waarop onze groep heeft gespeeld. En natuurlijk Fortuin met die eerste goal. Maar ik vind wel dat we het heel goed hebben ontregeld, Roda eerste helft. En als je de goals bekijkt en je hebt meer kansen. Ja, 2-0 is niet alleen soeverein, is gewoon heel goed, een goed resultaat. Dan zie je bij de 1-0 ook hoe belangrijk Verheid is met zijn gochmen om even zijn lichaam erin te zetten, waardoor Sam een vrije doorgang kreeg. Ja, je ziet dus dat we ook wat meer gaan afstemmen. Dat we sneller inspelen of het spel verplaatsen. Ja, goed, natuurlijk helpt het vertrouwen als je voorkomt. En we hadden de tweede helft zo vaak kunnen counteren op een manier. Dan moet je daar gebruik van maken. Alleen dat gebeurde niet. Aan de andere kant kun je alleen maar vol lof zijn de manier waarop de jongens hebben het gedaan. Het was ook de avond van Dani. Ja. In hoeverre merk je dat al voor avond van de wedstrijd bij je ploeg? Ja, natuurlijk. Dat is iets... Ja, dat is moeilijk. Hij was ook vooraf natuurlijk op het veld bij ons. Dat speelt zeker. Daar kan je niet omheen. Is soms moeilijk schakelen en nog, want ik zei het al na afloop van de wedstrijd, geweldig dat we gewonnen hebben. Ik weet ook niet hoe of wat, maar als je dit ziet, iedereen die de club een warm hart toedraagt, maar met name hem. Ja, en ook hoe Roda met respect daar mee omging, dat verdient ook een compliment, maar dat is een hard gelach, klaar, als ik dat zie. Persoonlijk vind ik het natuurlijk, als je vader bent, is dit vreselijk. Ik heb die vader ook gezien en je hoopt altijd op wonderen, maar het is best wel... Natuurlijk heeft dit impact. Al met al een hele emotionele avond. Met een hele goede afloop, zeg maar. Dan hoor je de aflopende uitslagen. En dan sta je gedeeld koploper met Excelsior. Ja, ik heb de uitslagen. Ik zat net te kijken. Eén wedstrijdje zag ik. Toevallig kwamen wij voorbij. Ik zat heel even de groep toe te spreken. Maar ik wist de uitslagen niet. Ik meen te weten dat wij en Excelsior... Alleen Excelsior heeft dan met 3-0 gewonnen. Dus je wat aan het doel zal kunnen doen. Ja. Maar goed, volgende week vrijdag Maastricht. Breda, in het geval van Excelsior. Nou, dan moeten mijn vrienden in Breda maar eens gas geven. Wordt een keer tijd, zou je bijna zeggen. En dat is niet lullig bedoeld, maar ik hoop dat ze echt hun best doen. Daarentegen moeten wij in Maastricht. En dan moeten we nog wel hard aan de bak. Dus het is niet gelopen. Maar ik heb wel gezegd, vorige week ook tegen je, laten we eerst maar eens winnen. En dan lopen we 5 punten op Roda. Waarvan ik Roda een heel goed team vind. Tot slot, het zou wel de ultieme verrassing zijn. Hè? Het al wat speelt rondom de Adelaar. Ja. Voor de competitie dat gaf niemand, heel gechargeerd gezegd, een cent voor Adelaar. Ja. Maar jullie bewijzen het tegendeel. Ja, maar ze doen het met z'n allen goed. En misschien absoluut niet verwacht. Aan de andere kant, ze werken voor elkaar. Je ziet ook, wat ik ook goed vind, de jongens, er is nu concurrentie. Maar als je ziet hoe ze ermee omgaan, is vrij volwassen. Ik denk dat het ook heel positief kan werken. Het is nooit over voetbal. Dat zal het morgen ook niet gaan binnen onze club. Je hoopt op goed nieuws. Dat de mensen goed bezig zijn met een overname. Als je dit vandaag ziet, dan is dat geweldig met je supporters. En dat betekent dus dat we gewoon zo door moeten blijven gaan. Wij kunnen alleen maar alles geven voor de club. En dat doen ze ook. Dus dat verdient een compliment. En we zien volgende week wel waar we staan. En vervolgens is het genieten van deze overwinning. Geniet maar. Bedankt. Ja, gaan we ook doen, gepast. Omdat nogmaals, de situatie heeft natuurlijk ook wel impact met Dani. En, het raakt jou, hè? Dat merk ik. Ja, natuurlijk wel, want je bent vader. En als je 21 hebt, natuurlijk raak je dat. Ook al zou ik hem in het verleden niet zo goed kennen. Er zijn jongens bij de club die hem echt kennen. Van het verleden, in de opleiding. Nou, Sam zei bijvoorbeeld, ja. Ik heb het daar moeilijk mee. Nou ja, je hoort nu het vuurwerk. Ik kan me voorstellen dat die jongens er last van hebben.